grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Soest. Een opvallend dorp, omdat het lijkt te bestaan uit één lange weg. Tot mijn 18e ben ik, denk ik zonder te overdrijven, duizenden keren die ene weg op en neer gefietst. Van mijn school naar het zwembad, naar de duinen, naar mijn eerste verkering, naar de skatebaan, naar mijn vrienden. Aan het einde van die weg wonen mijn ouders. En daarboven op zolder, achter een grote verkleedkist en een nooit gebruikt roeiapparaat, ligt een doos. Met daarin het bewijs dat ik ooit een schattig jongetje ben geweest. En dat was te blijven liggen als mijn vriendin niet op een dag aan mijn vader had gevraagd hoe ik er vroeger uitzag. Voor ik het weet, staat mijn vader met zijn 8mm projector midden in de kamer. Mijn moeder doet de gordijnen dicht, mijn zus pakt de chips en ik mag het projectiescherm omhoog doen. Handig laat mijn vader de film in de projector schieten, om er vervolgens achter te komen dat hij eigenlijk het verkeerde spoeltje heeft gepakt. Maar dat maakt niet uit, want ook hier sta ik op. Terwijl we geduldig het moment afwachten waar ik in beeld kom, geven we allemaal commentaar bij wat we zien. En alles wat we zien lijkt allemaal niet meer te bestaan. Onze oude bakkerij heeft niet alleen een andere gevel gekregen, ook de naam Vaas staat er niet meer op. De kruidenier ernaast is nu een pakketwinkel. En de rode bus op de achtergrond is van de firma Tense, uit de tijd dat ieder dorp nog zijn eigen busmaatschappij had. En die man die daar staat te zwaaien is Kees, en daar zijn we de achternaam van kwijt. En daar ben ik eindelijk dan. Die met die korte zwarte broek en het rode sjaaltje, samen met mijn vriendje Bas. Om dit korte moment nog een keer te beleven, spoelt mijn vader de film in de projector terug. En terwijl iedereen lacht omdat ik zo schattig het handje van mijn vriendje beetpak, valt mijn oog op een man achter in beeld. In zijn hand heeft hij een 8mm camera. En ik bedenk me dat heel Soest wel eens vastgelegd zou kunnen zijn door papa's met camera's. Heb ik niet gefilmd. Nee? Dat kan ik me niet herinneren. Loopt hij nog door, de poosje? Ja. Oh, er begint me iets te dagen bij. Dat is toen opgenomen bij Jan Flentge. Toen hebben we een keer wat zitten uitproberen. Ja, dat is bij Jan Flentge achter in de tuin, in de Van Angerenstraat. Daar hebben we toen zitten uitproberen, ja, belichtingen. Of hoe de belichting was. Want dat is de schuur van Jan Flentge. Maar dat had hij gefilmd. Dat moet je er gewoon uitgooien. Thank you.
25 jaar nadat de man met de camera, onbedoeld door mijn vader, voor de eeuwigheid werd vastgelegd, sta ik op de plaatselijke cultuurmarkt folders uit te delen. Hierin het verzoek om 8mm films met daarop beelden van Soest en Soesterberg in te leveren bij de daarvoor speciaal opgerichte stichting Bewegend Beeld. Met als doel de aanleg van een archief waarin we Soest kunnen zien door de ogen van een amateurfilmer. In het totaal brengen 52 mensen 45 uur aan smalfilm bij me langs. 14 uur daarvan lijkt in de gemeente Soest opgenomen. De man die ik gezien had was waarschijnlijk net als mijn vader en vele anderen op weg naar het hoogtepunt rondom de viering van 950 jaar Soest, de historische optocht. Tijdens deze optocht worden op grote boerenkarren situaties en gebouwen uit het verleden door het dorp getrokken. En zo zit ik te kijken naar een film over hoe men in 1979 dacht hoe vroeger eruit zag. Nee, ik stond er niet speciaal voor in. Ik had echt ook zoiets van, nou ja, 950 jaar bestaan en een optocht, dit moet gefilmd worden. Ik had twee camera's op. Ik had me toch wel goed voorbereid, dat moet ik wel zeggen. Want het waren kleine filmpjes, je weet misschien wel van 5 minuten. Hè? De Kodak filmpjes van 5 minuten. Dus ja, die 5 minuten zijn om. Dan moet je weer een filmpje eruit halen, weer in doen. Dat was toch altijd met die camera's ook nog een heel gedoe. Eigenlijk. Dus ik had twee camera's. En ik had één van die camera's kon zoomen. Weet je? Maar toen dacht ik moet niet zoomen. Snap je wel? Want dan krijg je toch hele akelige beelden eigenlijk. God, dat is toch ook eigenlijk leuk om te zien. Als ik dit nou zo zie, dat dorsen. Ja. En ik ben me nog verbaasd over hoe een goede optocht dat eigenlijk was. Snap je? Wanneer ik alle films van de optocht naast elkaar leg, blijken ze in standpunt, belichtingstijd en lengte van shots te verschillen. In hun onderwerpkeuze zijn de filmers echter eensgezind. Kijk, hier heb je het spreukhuisje. Nou, dat is toch hartstikke leuk dat zoiets nog even door Soest rijdt. Op beeld. Ja. Weet je niet? Hoe langer het geleden is, hoe leuker het wordt. Hier het spreukhuisje, ja. Ook jammer dat het niet meer is, hè? Spreukenhuisje, ja, dat is zonder dat het weggegaan is toen de tijd. Hè? Dat was, zat aan, de, ja. aan het kerkpad. Hadden ze allemaal schoteltjes tegen de muur aan met spreuken. Ja, dat weet u misschien nog wel, of niet? De spreukenhuisje, er is eigenlijk nog veel om te doen geweest. Nou, ik geloof dat ze ook de eerste prijs hadden gewonnen, hoor. Dat weet ik niet. Dus hier gaan we beginnen met het spreukenhuisje. Hier loopt mijn man bij Van den Broek, dat was op de Klein Engeldaalweg. Daar zat zo'n sloperij. En daar is hij van die kleine ponsplaatjes aan het zoeken. Te grote van de bordjes die op het spreukenhuisje zaten. Waarom hadden jullie het spreukenhuisje uitgekozen? Dat leefde zo ontzettend bij ons allemaal. We waren daar allemaal als echtparen, als kinderen, vaak langsgekomen. En nou ja, er werd een oproep gedaan in de krant of je meedeed om op de weg te komen. Misschien één keer in je leven dat je dan met een historisch evenement zou mee mogen doen. Hè? Ja, het was dan alweer jaren weg. Maar we zeiden, nou dan maken wij het spreukenhuisje. Hier zitten we bij mij op de Oude Utrechtse Weg in de keuken. Ik heb gelukkig een hele grote zitkeuken. Daar werden dan een paar deuren platgelegd op schragen. En dan was het elke woensdag verplicht schilderen. Of je moest maar zorgen dat je oppas had, maar je moest komen schilderen. Want anders zouden we niet, we kwamen anders totaal in de war met onze planning. En de Zwollenaren telden zich blauwe vingeren, staat hier op dit bordje. Hier gaan we de mist in. Wat gaat er de mist in? Nou, dat weet je van tevoren niet, hè? Maar dat kan ik nu achteraf wel vertellen dat we de mist in gingen. Geen prijs. Ik hoor het nog. Ellie Joosten zat in de jury. En nog een paar van die. Maar Ellie Joosten die kwam langslopen. Die was natuurlijk ook bij iets anders geweest. En wij stonden daar en ze kwam geen eens kijken. Ze liep er langs. Oh, ik zie het al. Stickers. Nou, of je door de grond heen zakt, hè? Later zeg je, oh, nou ja, we hadden het eigenlijk al wel kunnen weten. Als een van de juryleden zoiets zegt. Oh, ik zie het al, stickers. Nou, dan heb jij daar week in week uit zitten schilderen.
Ik kan me voorstellen dat je een beetje moet huilen als je dat hoort. Nou, we hebben echt zitten janken. Toen dus aan het eind van de optocht bekend werd dat wij geen prijs hadden, dan hebben we echt zitten janken, ja. Maar waarom wonnen jullie geen prijs? Is dat... Omdat het niet historisch was. Dus het was een historische optocht. En toen keken ze daar nog heel erg naar historisch. Op een van de oudste ingeleverde bewegende beelden van Soest, waarschijnlijk jaren 30, zien we een stoomtrein. Trots laat ik het shot aan andere mensen zien. De discussie gaat al snel over de historische waarde, dat er behalve de trein en het station ook nog een stukje van het oude gemeentehuis op staat. En dat het mooi is dat deze beelden bewaard blijven. Mijn oog valt op het bordje met het woord fluit. Als in een oude cartoon geeft het aan welk geluid de trein daar gemaakt zou moeten hebben. Iedereen haalt natuurlijk uit het beeld wat voor hem of haar interessant is. De trein, het nog bestaande gemeentehuis, een verdwenen bordje. Ik vraag me af wat de filmer graag wilde vastleggen. Ik kan me niet voorstellen dat het hem puur om die trein ging. En al helemaal niet dat het om een oude trein ging, want toen hij stond te filmen was dat ding splinternieuw. Nou kijk, er kwam een oom en een tante uit de trein. Die woonden in Rotterdam en die haalt hij op. En ja, tegelijkertijd heeft hij zijn camera bij zich en ja, maakt hij dus dat filmpje van, ja, zeg maar, Bello. De komst van de 8mm film had een revolutie veroorzaakt. Het was het begin van de democratie van het bewegende beeld. De camera was compact, makkelijk te bedienen en vanaf dat moment konden we het leven vastleggen zoals het zich voor onze ogen afspeelde. Ja, nu is het natuurlijk zo, je kunt maar raak filmen. Dat kost toch bijna niks, wat de camera's van tegenwoordig. Maar die dingen van toen... 400 gulden. Lang voor gespaard. En, ja, toen kon ik eindelijk een camera kopen. En toen kwam het filmen. En daar moest je dus ook weer geld voor hebben. 10, 12 gulden, een rolletje. Het werd later 25, geloof ik. Ik praat over guldens, hè. 1972. Je kon maar niet, ook niet zo lukraak filmen, want het was toch prijzig. Dus je probeerde het zo selectief mogelijk te doen. En dan, wat zijn de leuke shotjes? Nou, het was een rip uit je lijf weer, zo'n filmpje. En hoe lang duurde het? Een minuut of drie? 3:20, om precies te zijn. Mijn snelheid van 18 beelden per seconde. Voor 25 gulden. Even ter vergelijking. Tegenwoordig kun je voor hetzelfde bedrag 14 uur aan videobandjes voldraaien. Wanneer de filmer, gedwongen door tijd en geld, alleen filmt wat hij belangrijk vindt, dan zou dus alles wat hij gefilmd heeft belangrijk moeten zijn. Nou, de doelpunt van Arie Haan tegen West-Duitsland. Dat was het WK 78. En die zat in die leader van Studio Sport. Dit is die goal van Arie Haan, pats. Ja. En ik heb wat keren teruggekeken. Dat vind ik wel leuk. Zoetemelk en Ino. Voor me ligt 14 uur aan filmrolletjes, blikken, dozen en losse stukjes. Door mensen bij me gebracht omdat er een stukje Soest op zou kunnen staan. Ik probeer keurig bij ieder beeld te achterhalen wat het historisch belang ervan zou kunnen zijn. Maar dit is weer Jan Flinties? Ja. Is hij de onderbroeken van zijn vrouw aan het filmen? Kijk, nou hebben ze drogers. Toen moest de was altijd opgehangen worden. Kijk, hè, nou hebben we een combinatie, wassen en drogen. Het komt er droog uit, maar toen moest het allemaal gedroogd worden. Daarom is het historisch. En dit is dus de gelegenheid van de Koninginnedag. Dat de kinderen allemaal toetertjes en 1967. En vlaggetjes en toestanden voor Koninginnedag. Dat is de jongste dochter. Je kunt je natuurlijk afvragen wat het historisch belang is van beelden van een Koninginnedag uit 1967. Gefilmd in zomaar een achtertuin in Soest. Wanneer ik verder zoek, kom ik een nagenoeg gelijk shot tegen, maar dan een aantal jaar later. 1982, 85.
Zoiets denk ik. Nee, Paul is daar in jaren 6 en die is van 69. En weer later, vanaf hetzelfde standpunt gefilmd. Terwijl een moeder vastlegt hoe haar kinderen opgroeien, zien we hoe door de jaren heen een landelijk stukje Soest verandert in een industrieterrein. Maar daarom heeft ze het niet gefilmd. Nee, maar ik vond het leuk om beelden te hebben van de jongens. Net als die optochten met die kinderen verkleed waar een school ging met carnaval en zo. En het is ook niet gefilmd om later in een groot archief met beelden van Soest te liggen. Maar welk doel had de filmer dan? Wat wilde hij laten zien? En voor wie heeft hij het gemaakt? Voor zijn kinderen? Nee, die motivatie speelde toen helemaal niet mee, denk ik. Een bewuste opzet van als straks de kinderen groot zijn. Wat mooi meegenomen is dat je het nog tegen ze kunt gebruiken. Maar niet de opzet van dat is later voor de kinderen. Ja, kijk, je legt natuurlijk vast dat wat je zelf leuk vindt in je gezin. Zo'n ding schaf je aan als je jong bent, als je net een gezin hebt en... Als de kinderen komen, ja, die wil je erop hebben. In de hoop dat ze het later nog leuk vinden natuurlijk, maar vooral om het zelf eerst terug te zien. De filmer lijkt vooral bezig met het aanleggen van zijn eigen historisch archief. Met de komst van de film kon hij niet alleen de tijd even stilzetten, hij was zelfs in staat om een heel klein stukje mee te lopen. En zonder zichzelf vragen te stellen over wat we er later mee zouden moeten, legt hij vast wat hij ziet en wat hij mooi vindt. Nee, er was een receptie in de baggerij. En wat je dan doet is natuurlijk de baggerij oppoetsen. De flessen en de potjes met zilver, de pilletjes en de kleurstof allemaal keurig schoongemaakt, in het gelid gezet. Geen werksituatie, maar meer een showsituatie. Want je ontvangt toch mensen in je baggerij. En er staan een paar bloemstukken. En dat was denk ik een moment dat die bloemstukken er, of ik weet niet of dat na die tijd, nadat de mensen geweest, nee, ik denk voordat de mensen kwamen, dat er allemaal bloemstukken bezorgd werden. Ik denk dat het zo is. Dan heb je dus nog tijd voor jezelf om even dat te zeggen, nou, nu neem ik de rust in de tijd om te filmen. Aan de andere kant heeft het ook iets dat mensen de moeite nemen om naar een bloemist te gaan en daar iets uit te zoeken en te bestellen en dat dan zorgen dat het bij jou op het adres komt. Nou, en ik denk dat ik iemand ben die van bloemen houdt. Ja. Dat wil zeggen, om er naar te kijken. Niet in een tuin werken, dat zijn weer andere mensen. Wat filmt u hier? Mijn zuster die aankomt. Weet je, dan... het was een verjaardag en dan iedereen die kwam, die filmde je. Kijk, dit is een kerstfeest bij kennissen. Maar dat is natuurlijk grandioos mislukt. Want er was een... gewoon gebrek aan licht. Een kerst die mislukt door een gebrek aan licht. Alleen het licht waar de film over spreekt is niet de verlichting gebracht door de geboorte van de Zoon van God. Ook is het geen metafoor voor wat zich op dat moment in de familie afspeelt. Want je kon daar niet met die filmzon werken. Want dan zat iedereen lekker aan zijn kerstdiner met dat felle ding. Want het was een partij licht hoor, wat het ding gaf. Ik had dan echt een hele goeie. Maar ja, dan gaat iedereen zo zitten eten. Het grote drama waar we normaal zo van houden in bioscoopfilms, met hoofdpersonages die door diepe dalen gaan en hoge pieken bereiken. Met een verhaal wat een begin, een midden en een eind heeft. Vol met onverwachte wendingen. Vrijwel geen enkele film laat dat zien. Het Soest wat ik terugzie
Als ik de beelden door de viewer bekijk, is een wereld van geluk. Met mensen die dansen. Sneeuw, de oneindige sneeuwvlaktes van de Soester Duinen. Het was op een leuke zondagmiddag, het was lekker zonnig weer, het had gesneeuwd. Toen zei moeders, kom laten we eens ergens rondkijken, had er ook wat leuk te doen. Nou, ik heb die camera meegenomen en we kwamen toevallig in de Soester Duinen terecht. En dan zagen we iedereen dus bezig met die sleetjes en dingen. En dat heb ik dus gefilmd. En opeens zagen we dat er ook gelangloofd werd. En die komen straks wel in beeld. Is een mevrouw in een heel groot, in een rood pak. Die zien we dus straks daar van bovenaf komen. En die is dan aan het langlopen. Daar komt dat, ja? Nou komt er straks ook nog een grote hond. Daarom die loopt achter haar aan. Dat vonden we iets leuks. Hè? Ja, en dit is gewoon beelden van oud-Hollandse meesters, hè? Met het landschap. Sneeuwpret. Het waren in de lange duinen is dit. Heel erg aan het zoeken met die camera. Naar het perfecte plaatje? Ja, dat weet ik niet. Ik denk het. Wat waren dit voor dagen? Ik denk dat dit op een, zonder weet ik niet, als de sneeuw was, gingen we gewoon naar de duinen, zaak of geen zaak. Dus geen idee, kan het weekend geweest zijn? Denk het haast. Waarom zwaaien kinderen altijd naar de camera? Of naar hun vader, dat kan ook nog natuurlijk. En hier doe je iets heel gewaagds. Ja, dan ga ik zelf, geef ik de camera uit handen. En op ieder beeld waar ik op sta, eindigt het altijd met een zwaai van stoppen met filmen. Denk ik. Is dat hier ook zo? Nee, waarschijnlijk heeft mijn vrouw stiekem doorgefilmd. Ja, vandaar dat ik er heel alert op was natuurlijk. Maar wat natuurlijk prachtig is, het plezier van kinderen in de sneeuw met een slee. Dat is natuurlijk geweldig om te filmen. Ja, de ene zoon probeert de slee vooruit te krijgen en de andere zoon blijft ijzerheinig zitten. Waardoor dat niet lukt. En dat pa denkt, ik ga nu filmen, dus wel of geen handschoen aan, zou me nu even worst wezen. Omdat het geen jankers waren, op het moment dat er dan gehuild wordt, dat heeft wel iets ontroerends. Ja, dat denk ik, ja. Dat is dan zo. En ik kan er ook wel een beetje om lachen, omdat het een bepaalde manier van huilen is natuurlijk. Hè? Zo, dat is toch maar even mooi vastgelegd voor het nageslacht. Een huilende Allard in de sneeuw. Het was misschien dan wel niet bedoeld voor later, maar later is er wel veel om gelachen.
En ik weet langzamerhand niet wat er meer bij kerst hoort. Dit filmpje of echte sneeuw. Daar ben ik weer. Dit is een kleurenfilmpje. Ja. Kunt u dit dateren? Weet u ongeveer wanneer dit... Ja, ik denk 1939. En misschien net 1940. Dit is de winter 39-40. Dat kan haast niet missen. Een kleurenfilm uit 1939. Een vader filmt zijn zoontje spelend in de sneeuw. Maar wat je op de film niet ziet, is dat nog geen half jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Dit is 19? Dit zal ja, 38, 39 allemaal zijn. Ja. Daar heb je Vidal bij op. Ja. Ja, dat is de commandant, ja, kinderarts. Ja. Maar ja, zo'n man moest dan ook opkomen. In de mobilisatietijd. En toen, in 10 mei 40, brak het los. En we zijn toen hals over kop die schuilkelder in gegaan. De vroegste film die bij me is ingeleverd dateert van ongeveer 1935. En de laatste van 1980. En van ieder jaar zit er wel een filmpje bij. Was het geen winter, dan was er wel een optocht of een mooie zomerdag. Alleen uit de periode 1940 tot 1944, 1945... is er vrijwel geen bewegend beeld. Dat is oktober 44. We werden in De Haag in Rotterdam in razzia's gehouden. Dat waren allemaal mensen die lopend langskwamen. En wij als qua jongens haalden gewoon die mensen uit die rijen. Als we zeiden, wil je meelopen, we liepen zo met die mensen de rij uit. En als die Duitsers schreeuwen, zeiden ja, die wonen hier. En we hadden die avond hadden we nog 10, 12 mensen in huis. En mijn vader ligt daar te filmen in de etalage van de rijwielhandelaar George van den Berg. Die etalage die was iets verhoogd. En daaronder was een gordijntje. En door dat gordijntje kon hij dit doen. Toen was het oorlog. Nou, daar mocht je niet filmen. Ook. En je kon geen films meer krijgen. Maar hij had altijd een aantal films bewaard. Want er was een onverwoestbaar vertrouwen dat we die oorlog zouden winnen. Dat die Duitsers er een keer uit zouden getimmerd worden. En daarvoor heeft hij die films bewaard. Is mijn broer. Ja, er was nauwelijks kleding te krijgen. Dus mijn moeder maakte die kleding van oude militaire kledij. En dat kriebelde als een rek, dat spul. Achteraf kun je zeggen dat de filmer de rolletjes maar 4 jaar moest bewaren. Maar dat wist hij niet toen hij besloot de filmpjes niet te gebruiken en te wachten met filmen totdat de bevrijders ons dorp weer binnenkwamen rijden. Wat we zien zijn dus niet alleen beelden van de bevrijding, maar ook het resultaat van de hoop dat het ooit weer goed zou komen. Nou, iedereen blij, want dat mag weer Prins Bernhardlaan heten. En hier heb je de intocht van de, ik denk, Canadese troepen. Kunt u zich hier nog wat van herinneren? Ik kan me voorstellen dat dit als ja, kind een enorme... Ja, we waren blij dat gebeurde. Ik kan me nog herinneren dat op de verjaardag van mijn moeder, 4 mei 1945, toen zaten ze stiekem naar de radio te luisteren, zo'n klein dingetje wat onder de vloer vandaan werd gehaald. En toen was er gejuich en er werd
ik denk, een fles champagne opengetrokken die ze bewaard hadden voor de gelegenheid. Want Nederland was bevrijd. Er was oorlog, was voorbij. 4 mei. 's Avonds, laat. Dus dat was een zeer bijzonder cadeau voor mijn moeder. Naderhand geen bijzonder cadeau meer, want elke 4 mei was de dodenherdenking. Dus dan vier je verjaardag niet zo leuk. En ik denk dat hier de terugkomst is van Juliana. Kijk, daar heb je de prinsessen, zie je? Dit is de komst van Churchill, geloof ik. Moet ik even kijken. Ja, hier heb je Churchill. Kijk, daar staat hij. Zijn hand gaat geloof ik nog omhoog. Ja, zie je? Met het V-teken. Churchill op bezoek in Soestdijk. Nou hoort Soestdijk natuurlijk niet bij Soest. Gemeente Baarn, hè? Maar iedereen vond altijd dat het bij Soest hoorde, hoor. Toen de smalfilm op de markt kwam, was de tv nog ver weg en stond de filmtaal nog in de kinderschoenen. De gemiddelde amateur had de foto als enige referentie tot het maken van beeld. En dit was wennen voor zowel de filmer als voor zijn onderwerp. Wanneer de filmer zijn camera richt, blijven de mensen stilstaan en beweegt de filmer zijn camera om aan te tonen dat er geen foto aan het maken is. Wanneer in de jaren 70 de televisie gemeengoed wordt, zien we een duidelijke verandering in de manier waarop de filmer zijn onderwerpen vastlegt. Het zijn niet altijd meer een verzameling losse shots van een gebeurtenis, maar een weloverwogen reeks beelden waarmee de film iets wil vertellen. Nou ja, dat heeft natuurlijk altijd zeer aangesproken. Ik heb toen ook heel actief meegedaan aan die actieplan Zuidring, nee heette dat geloof ik, ja. Waar al die affiches van zijn gemaakt. En ik heb daar een paar schoenen versleten om deur aan deur handtekeningen te verzamelen. Om daar een protest tegen aan te tekenen. Dat is wat was er aan de hand? Nou, er zou natuurlijk een... vraag me niet precies, maar ik denk vanaf de Koningsweg zou doorgetrokken worden. Als ik me nog goed herinner. Die zou dwars door de Eng, zou er een... die helemaal doorgetrokken worden naar richting de Birkstraat. Dus dat zou het hele, de hele Eng splitsen. En dan zou er al, ja nee, er komt alleen een weg doorheen. En die zou toch iets landelijks houden. Nou, niemand geloofde dat natuurlijk, want als je er eenmaal begint, dan gaat dat door, hè. Dan, dus daar hebben ze ontzettend protest tegen aangetekend, handtekeningen verzameld. En... daar heb ik dagenlang deur in deur gelopen om daar tegen te protesteren. Want die Eng die sprak mij ja, ontzettend aan. Dat was toch een stukje Soest wat ik niet graag weg zag gaan. En of ik dat toen verkeerd had of niet, toen voelde ik het zo. Je kan overal bouwen, dat moet je met rust laten. Heeft u daar een film gemaakt? Eigenlijk ook omdat ik dacht, ja... Als het ooit nog eens een keer weggaat, dan heb ik er toch iets. Want dit is toch, ja, was voor mij heel uniek. Dit huis staat er al jaren. Ik heb gezien dat het er nu nog staat. In dat huis wonen we met 12, of het ene deel wonen we met 12 kinderen. En het andere deel, dat was de werkplaats waarvan nu de schuifdeuren opengeschoven worden.
Het aardige vind ik van het filmpje dat we onze hond Beauty nog steeds terugzien. Hier worden de bomen op een lorry gelegd. Zo ging dat ook jaren. Ik heb mijn oudere broers ook altijd dit met mijn vader zien doen. En ik was de laatste die dan ook mee moest helpen. Maar toen mijn vader, toen dit opgenomen werd, toen werden er ook niet zoveel klompen meer verkocht. En toen deed hij het altijd min of meer toch nog als een hobby. Vond hij het toch mooi om klompen te blijven maken. Mijn vader was toen al behoorlijk oud aan het worden. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dit zijn de laatste bomen die daar op het erf liggen. En dat moeten we toch eigenlijk even op film vastzetten. En toen had ik net zo'n filmcamera voor mijn vakantie gekocht. En toen heb ik het samen met mijn huidige vrouw op beeld gezet. Het is wel zo dat ik redelijk de regie in handen kon houden. Want ik wist meer van de klompenmakerij af. Ik speelde er vroeger heel vaak, dus ik wist er heel veel van. Ik wist wat ik vast wilde leggen. Je ziet wel, het duurt soms lang als je ernaar kijkt, maar dat is om aan te geven hoe lang het duurt voordat de baanvegen rond is op de 600 meter buitenbaan. Dus dan moet je het hele, vooral als je dus de buitenbaan hebt en je rijdt op de buitenste baan helemaal aan het eind van de baan als je bijna klaar bent, dan ben je dus wel even bezig om weer rond te komen. De film, zoals hij bij mij is ingeleefd, duurt ruim 20 minuten. En de filmer is er 2 jaar lang mee bezig geweest. Nou, dit is eind 1981 gemaakt. Je ziet al aan de kwaliteit van het ijs dat het heel slecht is. Het had geregend en gesneeuwd en toen is het gaan vriezen. Dus er zat een hoop sneeuw ook in het ijs. Vandaar dat nu de bezem er niet achter gemonteerd is. Dat had geen zin om de baan te vegen, want het was hele slechte kwaliteit. En daarna is het gaan dooien. En begin 1982 is het weer gaan vriezen. En toen hebben we de rest van de film kunnen maken, waar dus de baan wel geveegd wordt, dan ziet hij ook dat het ijs zwarter is dan nu, want het is nu wat van het fondantachtige ijs. Vond u het belangrijk om dit soort dingen vast te leggen? Jazeker, mede omdat het
voor mezelf natuurlijk een stukje emotionele waarde heeft dat mijn vader dat apparaat uitgevonden heeft. En het was voor hem ook leuk natuurlijk om dat terug te zien. Want later topte hij met zijn gezondheid en kon hij niet meer naar de ijsbaan. Daarom, maar het is leuk voor jezelf natuurlijk ook om het te hebben. Ik weet niet of over 20 jaar de motorfiets nog steeds veegt, als het aan ons ligt wel. Maar ik denk toch wel dat het voor Nederland ook en voor Soest zeker een stukje historie is, omdat het de eerste mechanische baanveger van Nederland was. En dat is in Soest is dat gebeurd. De in Soest uitgevonden gemotoriseerde ijsbaanveger, de schoonheid van de eng, de laatste klompenmaker, je kinderen in de sneeuw. Ik kan me voorstellen dat de filmer er belang aan hecht het vast te leggen en te bewaren. Maar er komen ook beelden binnen waarvan het belang maar niet meteen duidelijk is en ook niet waarom de maker het gefilmd heeft. Wanneer ik de beelden van de lottoballetjes bekijk, probeer ik te bedenken waarom het is vastgelegd. Misschien dacht de filmer wel dat hij op dat moment een grote kans had de jackpot te winnen. Bij gebrek aan een videorecorder richt hij zijn 8mm camera op het beeldscherm van de televisie om dit heugelijke moment voor de eeuwigheid vast te leggen. Kijk, ja, dit is een stuk film. Jan die hadden geen kinderen. Dus toen heeft zijn vrouw mij die films van Jan allemaal gegeven toen die overleden was. En daarom is die film in mijn bezit gekomen. Hij heeft dat eigenlijk gefilmd met de gedachte, de waanzin van dergelijke spelletjes op televisie om zich te kunnen verrijken met een stelletje nummers. Daarom filmde hij. Ik heb hele gesprekken met hem gevoerd over communisten en kapitalisme. Hij was zo tegen spelletjes op televisie waardoor je je kan verrijken. Het is gelukkig dat die man overleden is, want hij zou stapelgek geworden zijn van de televisie met wat je nou allemaal op televisie ziet. Maar hij heeft dit eigenlijk een soort als een protest gefilmd, mag ik het zo zeggen? Eigenlijk is iedere film die bij mij is ingeleverd een protestfilm. Een protest tegen het voortschrijden van de tijd. Met de fotografie probeerden we de tijd op 1/100ste van een seconde stil te zetten. En toen de film kwam, konden we een heel klein stukje met de tijd meelopen. De filmer was niet geïnteresseerd in een begin, een midden en een eind. Een goed middenstuk, een hoogtepunt, dat is wat hij wilde vastleggen. En misschien is het daarom dat we bijvoorbeeld van het afgebroken ziekenhuis in Soest geen 8mm beelden hebben. Behalve het interieur dan. Een interieur waarvan de filmer alles buiten het kader houdt wat afgeleid van het geluk dat hij wil vasthouden. Daar zal die geweest zijn, een jaar of 12, denk ik. Ja. 11, 12. En dat was heel erg leuk. Maar dan gaan er dus diversen in. En dan sta je daarbij als moeder en dan denk je, oh, zo'n heel klein manneke met zo'n heel groot kool. Ja, dat was even niet leuk. Maar op een gegeven moment dan redt hij het best wel. Ja, dan moet je ook nog even zwaaien. Hij is nou 44, hè? Op de film blijft het jongetje altijd een jongetje. En toch is hij inmiddels 44. En wanneer u deze film bekijkt, is hij alweer ouder. Hoe goed de filmer ook zijn best deed om dat ene moment vast te leggen en te bewaren voor misschien wel de eeuwigheid. Iedere keer als hij de film bekijkt, is er iets veranderd aan het beeld. Simpelweg omdat de tijd uiteindelijk toch weigert stil te staan. Voorjaar 1979. Ja. Maar laat je maar lopen.
Als hij dat ziet, dan zeg ik, weet je nog, hè, zo, toen was je nog zo'n mooi kereltje. Wat is nou precies de waarde voor u dat u het heeft vastgelegd? Wat we net allemaal gezien hebben? Nou, waarde voor mij is een stuk weg. Sinds mijn vrouw overleden is, hecht ik, heel gek is dat, niet veel meer aan het bekijken van die films. Een enkele keer nog. Een tijdje geleden heb ik ze allemaal nog zo'n beetje bekeken hoor. Dat vind ik toch wel weer leuk. Het lijkt erop dat de filmer constant bezig was met het verzamelen van bewijsmateriaal. En misschien komt daar onze behoefte wel vandaan om dingen vast te leggen. Het bewijs vastleggen dat we met opa en oma en oma Hans en tante Wilma hebben gebellenblaast op zaterdagmiddag in de achtertuin. Gewoon voor het geval dat we het misschien vergeten of dat er iemand anders is die het wil zien. Het is altijd mooi om iets leuks te bedenken, een titel waar iedereen weet, oh, dat was dat. Nou, dat zal ik nooit vergeten. Mijn schoonmoeder en de familie van Aas moest weg. En waarom? Voor een weg. Dus voor mij ging de film heten, na ampele overwegingen, en ineens dacht ik, ja, weg. Voor een weg. Slaagt erin mijn grote verzamelproject in te halen. Ik besef me dat ook ik heb geprobeerd mee te rennen. Tijdens de montage hoor ik dat Anton van der Dijssel, de maker van deze film, in april 2005 is overleden. Het is ook al die dingen die je net vraagt, waarom filmen, ja. Waarom dit, dat heeft ook te maken met de drang naar vastleggen van oude dingen. Omdat het nooit meer terugkomt, waarschijnlijk. Of in een hele andere constructie. Als je deze film niet ziet, van weg voor een weg, dan heeft een nieuwkomer of een jong mens geen idee hoe dat vroeger was. En dat wilde ik vastleggen. Bouwen van kerken en wegen, een straal.
zijn ogen, de herinnering leeft.